Hallo familie, ik ben Rutger en Furblus dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Ik hou best wel van een feestje op z'n tijd, maar uitgaan is echt een vak apart. Er liggen altijd zoveel gevaren op de loer. Je kunt er helaas niet van uitgaan dat iedereen zich tijdens het uitgaan aan de uitgaansregels houdt. Snap je hem? Daarom heb ik vandaag voor jullie de 10 geboden van het uitgaan. Dus ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is first day, first day. Donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Allereerst de expectation versus reality struggle. Thuis sta je eerst minimaal 3 uur voor de spiegel. Je helemaal op te tutten, je haar goed te doen, je outfit te bepalen. Vervolgens ga je de deur uit, stap je op je fiets. Want heel de dag was het toch mooi weer, zelfs al was het in december die dag. Strak blauwe lucht, strandweer, alles. Maar op het moment dat jij je fiets opstapt, breekt de hel los en krijg je een hele regenbui, storm, orkaan, whatever, Katrina over je heen. En kom je dus als een verzopen kat aan op je feestje. En ik heb dan ook echt altijd het gevoel dat het alleen mij is overkomen. Want ik zie er dan echt gewoon niet meer uit. En dan kijk ik om me heen wie er nog meer is. En dan denk ik echt van, komen jullie uit een andere tijdzone of zo? Hoe kunnen jullie nou weer droog zijn? Het eerste gebod is daarom, ga niet de deur uit op het moment dat de renovatie van je gezicht afgerond is. Maar ga pas de deur uit wanneer buienalarm zegt dat het veilig is. En op dit moment zie je dus gewoon hier allerlei, ja, blauwe grafiekdingen. Ik ben verder ook geen meteoroloog, maar ik weet wel dat het betekent dat ik nu niet de deur uit moet, want het regent. Je kan ook gewoon naar buiten kijken, maar nee, dit is voorspellend. Want het is altijd droog op het moment dat ik de deur uit wil. En dan zit ik eenmaal op mijn fiets en dan gaat het regenen. Dus check buienalarm. We zijn helaas niet allemaal geboren dansers, zoals ik. Dit is zo moeilijk, je moet zo technisch voor zijn. Nee hoor. Hoe raak ik dit goed? Ik heb echt heel veel talenten, zoals slapen met mijn ogen dicht. Maar dansen is helaas niet in het pakket terechtgekomen van mijn talenten. Maar het was vroeger echt nog veel erger. Ik weet nog, toen ik voor het eerst uitging, toen had ik altijd een bepaalde dans dat ik dacht van, dit is wel cool. Ik heb helaas geen dansstudio gevonden die mij binnenliet, maar ik stond altijd gewoon, ja, een beetje zo. Tilde mijn voeten niet op, die stonden gewoon echt helemaal op de grond. En ik dacht altijd dat ik echt blitz maakte, totdat iemand eigenlijk zei van, gast, hoe dans jij? En ik dacht van, nou gewoon zo. Het is ook een beetje Mr. Bean-achtig, weet je, die danst ook zo. Waarschijnlijk had ik daarom ook altijd regen op de heenweg, want dit leek natuurlijk meer op de regendans. Maar ik moet zeggen, inmiddels red ik me aardig goed op de dansvloer, maar dat komt eigenlijk omdat ik gewoon een andere beweging doe, die eigenlijk op elk muzieksoort wel kan. Ik zet mijn camera even anders. Ik had echt nooit verwacht dat ik ooit een dansles zou geven, maar de tip is, til je voeten op. Niet zo ver, maar een beetje. En doe gewoon zo. Dan doe je een beetje met je hoofd zo. En dit hou je gewoon heel de avond vol. En dit kun je dus echt op iedere muzieksoort doen, hoor maar. Oké, ja, klassieke muziek misschien niet, maar eigenlijk lijkt het meer op een Nederlandse beweging oefening nu ik mezelf dit zie doen. Maar ja, goed. Ik rap me er altijd prima mee. Oké, dus je look is in orde en je bent klaar om te dansen. Maar voordat je de deur uitgaat, moet je heel goed checken of je alles bij je hebt wat je nodig hebt. Want uitgaan is echt net survivalen. Allereerst natuurlijk het allerbelangrijkste, je telefoon. En zorg ervoor dat die 100% is opgeladen en gaat niet eerder de deur uit voordat het zo is. Daarnaast natuurlijk je portemonnee met daarin briefgeld. Oh, wow, ben ik zo rijk? Ik wist niet dat ik zoveel geld had. Muntgeld. Oh, en ik zie ook nog spaarzegels. Ik weet niet hoe die in mijn portemonnee terecht zijn gekomen, want zoals je in de 10 geboden van de supermarkt hebt gezien, weiger ik deze altijd. Weg ermee. En ik zie vaak mensen tijdens de uitgaan waarvan ik denk, doe alsjeblieft de volgende keer een label om je nek, met daarop de routebeschrijving hoe jij ook weer thuis gaat komen. Dus dat is ook nog een extra tip. En een aantal kijkers vroegen laatst op Instagram wat ik ervan vind als je tijdens het uitgaan ook nog eens een condoom zou meenemen. Je weet wel, van die ballonnen voor volwassenen. Ik moet zeggen, ik vind dat een verstandig idee, want naar mijn mening kun je beter iets meenemen wat je achteraf gezien niet nodig hebt gehad, dan dat je in een situatie komt waarin je had gehoopt dat je het wel had meegenomen. Maar waar koop je die dingen dan? Want, oh my god, ik ga echt niet naar de drogist hier om de hoek. Veel te awkward, ik schaam me al als ik een neuspray nodig heb.
Nee, dat doe ik echt niet. Maar onder diezelfde Instagram post kreeg ik van jullie tips dat je ze ook via het internet kan bestellen en dat ze vervolgens helemaal anoniem bij je worden afgeleverd. Dus in een witte envelop. Ik vind het trouwens niet per se een jongensding. Ik vind dat meiden net zo goed er eentje bij zouden kunnen hebben. Want ja, je kan beter goed voorbereid zijn. Maar even praktisch, waar laat je dat ding? Want ik dacht gewoon, ik stop die in mijn portemonnee. Maar toen las ik dus via Instagram dat het niet heel erg verstandig is, omdat die muntjes die in je portemonnee zitten, zorgen voor een soort wrijving en daardoor kan die dus kapot gaan. Maar anderen zeiden weer dat het onzin is, dus ik ben een beetje in de war. Is het nou portemonja of portemonnee? Laat even weten in de reacties of jij team portemonja of team portemonnee bent. Ik denk dat ik team portemonnee ben, dus niet in de portemonnee. Want elke jas heeft wel zo'n bepaald vakje dat je nooit gebruikt. Bijvoorbeeld hier zo'n ritsje of in je binnenzak. En daar zou je hem net zo goed kunnen stoppen. Het volgende gebod is kom op tijd. En dan bedoel ik niet dat je er heel erg vroeg moet zijn, maar juist liever iets te laat dan iets te vroeg. Want er is niks zo ongemakkelijks als dat je ergens binnenkomt en je de allereerste bent. Of dat het gewoon nog heel erg leeg is. Dat wil je niet. Dat is ongezellig, heel erg ongemakkelijk. Dus kom liever te laat dan te vroeg. Het allereerste wat ik doe als ik bij een feestje aankom is naar de wc gaan. Niet dat ik dan ook al echt naar de wc moet, maar ik wil gewoon even praten met de wc-dame of heer die daar zit. Die mensen zijn vaak zo geweldig. Maar het is ook heel erg verstandig om daar even mee te praten, want als je daar vrienden mee wordt, mag je gewoon voor altijd gratis naar de wc en bespaar je zoveel geld. Dat is echt niet normaal. Ik vind het trouwens sowieso heel erg gek dat je zou moeten betalen voor een wc-bezoek, want je komt toch wat achterlaten. En daarnaast liggen er vaak hele lekkere dingen zoals pepermuntjes, drop, lollies, deodorant, ook een hele belangrijke. Dus eigenlijk komt erop neer, maak van de wc-dame of meneer je allerbeste vriend die je niet op Facebook hebt. Stel je voor, je staat op de dansvloer en je ziet daar een paar meter verderop iemand staan die je best wel leuk vindt. Hoe pak je dat aan? Ik hoopte altijd dat diegene iets tegen mij zou zeggen, maar 99% van de keren gebeurde dat niet. Waarschijnlijk is dat omdat die ander precies dezelfde gedachte heeft en ook wacht totdat jij iets doet. Dus daarom presenteer ik hier met trots een aantal geweldige openingszinnen die je altijd kan gebruiken. Oh hey, wat een slechte muziek. Mag ik anders jouw nummer aanvragen? Hé, ik ga even wat drinken halen, maar mocht je me zoeken, ik ben in de wolken. Waarom ken ik jou niet ergens van? Ook jij bent hashtag leuk genoeg. Joehoe, ik ben jarig! Ja, 3 kussen. Of eentje. Sorry dat ik je stoor, maar ik moest even van hem vragen of je met hem wil dansen. En mocht het allemaal niet helpen, kan je altijd nog een ijsklontje op de grond gooien, drop stampen en zeggen dat je het ijs kwam breken. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er iemand op jou afkomt waar je gewoon totaal niet op zit te wachten. Dus is het goed om naast een aantal openingszinnen ook genoeg afweerzinnen te hebben. Oh nee, sorry, ik wilde net een vriendje gaan zoeken. Ik ben hem al heel mijn leven kwijt. Ik ben zo terug hoor, hij moet hier ergens zijn. Wat? Hè? Sorry, ja, je valt steeds weg. Ik denk dat de verbinding hier erg slecht is. Oh, hey, ja, wij zijn familie. We zagen elkaar toen op de familiedag. Hey, nee, sorry, je krijgt niet mijn nummer, maar je mag wel in mijn vriendenboekje schrijven. Oké, die vond ik best leuk. Maar de beste tip is, schakel gewoon je blauwe vinkjes uit en doe alsof je het niet hoort. Het feestje is al een paar uur aan de gang, het wordt wat drukker en om de een of andere reden vinden mensen het altijd nodig om mij als soort van looppad afscheidingspaal te gebruiken. Ik denk dat het komt omdat ik lang ben, maar dat is toch geen reden om mij daarvoor te gebruiken als soort van wegwijzeringspaal of zo. Of herkenningspunt, weet je wel. Van als we elkaar kwijt zijn, zie je die lange jongen daar? Ja, daar gaan we dan afspreken. Mind your step, oké? Het negende gebod is, ga op tijd weg. Als je één ding niet wil meemaken tijdens het uitgaan, dat is het moment dat de muziek uitgaat, het licht aangaat en dat is dan van dat TL-licht. En als je dan om je heen kijkt, dan ziet iedereen er ineens heel erg anders uit. Dus je denkt, oh, was het een Halloweenfeest, weet je wel? Dat kan echt traumatiserend zijn, dus zorg gewoon dat je ruim daarvoor al thuis bent. En dat is daarnaast ook nog eens een keertje veel beter voor je drankgebruik en voor je portemonnee. Dus zorg gewoon dat je het einde van een feestje nooit meemaakt. En het meest verschrikkelijke
Aan uitgaan vind ik het moment dat je weggaat en het was zo gezellig dat het al best wel vroeg in de ochtend is. En dat je dan al andere mensen op hun fietsje met een broodtrommel achterop naar hun werk ziet gaan. Dan denk ik echt van, oh, echt heel deze dag is gewoon nu al een ramp. Het beste kun je dan gewoon in je bed gaan liggen, uitslapen en zorgen voor dat je de dag ervoor allerlei lekkere dingen al hebt gehad, zoals ijs en chocola. En het belangrijkste, zorg ervoor dat je Netflix abonnementen doet, zodat je gewoon heel de dag in bed kan blijven liggen, lekker series kijken. En vaak is het dan wel allemaal waard geweest. En dit waren de 10 geboden van het uitgaan. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken, want er zaten wel een aantal wat serieuzere dingen in deze keer. Maar ik vind dat best wel goed om dat eens een keertje met jullie, ja, ook te bespreken. Deze video is namelijk onderdeel van een hele reeks video's over het spel der verleiding. En nog 7 andere YouTubers hebben hier een video over gemaakt. Als je benieuwd bent naar de andere video's in deze reeks, houd dan vooral eventjes sense.info/spelderverleiding in de gaten. En deel daar jouw tips over condooms, zodat de andere YouTubers jouw tips kunnen gebruiken. Net zoals dat ik in deze video ook weer tips van jullie heb gebruikt. En laat tot slot nog eventjes achter, ben jij team portemonnee of team portemonnee? Ik ben heel benieuwd. Heel erg bedankt voor het kijken, ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, laat het me dan even weten door een duimpje omhoog te doen. Dan zie ik je natuurlijk volgende week Thursday weer, om 9:30 middags. Maar, tot die tijd, stay fearless, doei, muah! Wil je nooit meer een nieuwe video missen? Sluit je dan aan bij de familie door je te abonneren. En je kunt me natuurlijk ook volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Bedankt voor het kijken. Doei!